in onze reeds 7e uitzending aan de border van de Reuzep met Janus. De Reuzep, een riviertje waar Janus zijn hele leven lang gewerkt, geboerd en gewoond heeft. Heeft hij ons reeds kennis laten maken met akkerbouwer Marie van der Zanden en zijn hobby oude tractoren? We waren te gast met Janus bij de veehouders, vader en zoon Ketelaars. En nu gaan we met hem naar akkerbouwer Maarten van der Loo. Het is een drukte van belang rond de aardappelverwerkende industrie. En zeker bij de akkerbouwers op de Zolisse zandgronden. Mede door het koude en natte voorjaar zijn de aardappelen laat gepoot. Wat dus met zich meebrengt dat ze laat geoogst kunnen worden. En juist nu komt het kabinet met het voorstel om de aardappelen voor 1 oktober te rooien. Om zodoende het vanggewas een redelijke kans te geven om de resterende stikstof op te nemen, zodat deze zich niet vermengt met het grondwater. Vandaar deze drukte natuurlijk. Juist op het moment als wij een kijkje gaan nemen naar het reilen en zeilen van het akkerbouwbedrijf van Maarten van der Loo. Hoeveel ton, want het gaat over tonnen denk ik, aardappelen kunnen jullie hier bergen? Hier kunnen 3000 ton binnen zitten. 3000 ton? Ja, 100 hè? 300. 100 keer, ja, 30 is 3000 hè? 300, ja. Ik zie hier ook vrachtwagens rijden met gekneusde mais. Ja, dat was toevallig vandaag. Ja, dat was toevallig vandaag. We zijn aan het mais hakselen en die gaan in de forage. Dus jullie hebben meerdere dingen die jullie opbrengen? Ja, we hebben mais. En die mais is ook voor de boeren in de buurt? Of? Nee, deze toevallig niet. Ja. Nee, deze gaan naar Vlaardingen. En de aardappelen, gaan die ook naar het buitenland, als export? Ja, dat is allemaal voor heel veel voor McDonald's. Die, die gaan overal heen. Maar ze gaan naar de fabriek in Kruiningen. Die maakt er friet van. Ja. Hoeveel hectare heb ik in gebruik? Normaal? Ja, een van 300 denk ik. 325 hectare. 300. Hè? En dat brengt deze hoeveelheden ton aardappels? Nee, dit is maar 150 hectare aardappels hebben we maar. Hè. De helft is ongeveer aardappels. Ja. En jullie drogen hier alles? Vroeger deze inkuilen, dat doen jullie? Nee, dat alles, alles gaat hier, naar binnen, of tenminste een 60 hectare. En de rest gaat af land naar de fabriek. Ja. En dan hebben we ook nog pootgoed, voor ons eigen dan. En dat doen we dan ergens anders in de koelcel. Ja. Oh. Om volgend jaar weer uit te kunnen planten. Ja, anders kunnen we niet aan de gang blijven. Nee, dat is waar. Maar dat doen jullie zelf saaien? En... Ja, telen we zelf volgend jaar. Ja. Ja, de drogen van de aardappels, hier liggen ze dan binnen. Hebben we hier... Zo we tunnels liggen, die liggen om de 5 meter, blazen wij van die kant lucht door die tunnels en die lucht gaat omhoog en gaat door de deur naar buiten. Is dat warme lucht of koele lucht? Dat is koude lucht. Koude lucht. Van buiten. Ja, en die kunnen we opwarmen. Als we koude lucht opwarmen, dan droogt die beter. Hoe lang blijven die aardappelen hier water? Ja, daar ligt aan de marktomstandigheden. Wij proberen die te verkopen in een piek natuurlijk, niet in een dal. Ja, dat is waar. Maar ja, dat weten we nooit. Nee. Maar wij proberen ze rond carnaval weg te hebben, maar friet wordt er gegeten heel het jaar, dus tot juni, juli, augustus. Ja, want jullie moeten op een gegeven moment dit leeg hebben voor de nieuwe oogst. Ja, dat is nu dan. Dan moeten we verkopen. Maar dan komen er ook nieuwe aardappels, dus dan zijn die oude toch niks meer, hè? Oh, ja. Hebben jullie ooit, dat je vooraf al de aardappelen kwijt bent aan de consumenten van de klant? Nou, ja, wel een beetje, ja. We proberen eigenlijk heel het jaar een beetje te verkopen. Ja. Om dan toch een beetje een gemiddelde prijs te krijgen. Okay, en de toekomst? Ja, ik zie hier de toekomst, maar... Ja, dat zal altijd gegeten moeten worden, dus tuurlijk, dat is het probleem nooit, hè? Ja. Goedemorgen, Nout. Kijk, dan kom je ook even kijken naar het aardappel. Goedemiddag. Ik denk, wij staan toch van volk, dan ga ik eens kijken. Ja, ik zag allemaal die trekkers rijden. Hey, maar dat is heel iets anders dan jullie vroeger, hè? Ja, dat is niet te vergelijken. Zoals, en dan zijn wij en die boertjes bij ons in de buurt allemaal... Ja, je had misschien een halve bundel aardappelen of ooit iets meer. En daar deden we het mee, want ja, och, had er wat nodig voor de koeien en voor eigen gebruik en zo. En soms schoten er nog enkele zakken over voor de handel. Maar wat alle aardappelboeren eigenlijk meegemaakt hebben, dat was voordat die aardappels bekwaam waren. Ja. Het is tegenwoordig, en dat weet Maarten veel beter zeker, met fietof eruit te maken. En dat is dan ook een schimmelziekte die met vochtig weer heel erg om zich heen grijpt.
Nou, en dan vatten ze spuit en doen ze een lichte bespuiting over en dan komt het allemaal goed. Maar daar hadden wij vroeger helemaal niet. Wij hadden geen Phytophthora houden, dat was ons probleem niet. Ons probleem, dat was de coloradekever. Jij kent hem misschien nog wel, of niet? Ja. Nou, in onze tijd was dat een grote plaag voor de aardappeltelers. Want die hadden geen bestrijdingsmiddelen daarvoor. Nee. Die waren niet te bestrijden. Er kwam zeg maar een vlucht, die konden niet zien, want ze waren er ineens. En die landde dan in zo'n aardappelveld. En die legde eikjes op het loof, op de groene blaadjes van de aardappelen. Nou, miljoenen eikjes worden erop gelegd. En dan een dag of vijf, zes naar eraan, dan kwamen die larfjes uit. Van die kleine rode dingen. Nou, en als je dan zo over het land keek, dan dat was bekend rooi van de larven. En die aten in een week tijd het aardappelloof op. Met gevolg, de groei was er allemaal uit. Gaat geen aardappelen. Dat was weer verkeken. Dus dat was ons grote probleem. Na de wetenswaardigheden van hout vragen wij Janus om ons iets te vertellen over stikstof en vanggewas. Een vanggewas dat wordt opgedragen door de regeringen. Dus de stikstof die dus na vrijkomt uit de gronden ligt en de gewassen zijn weg van de zomer zijn geoost. Dan gaan ze zeggen, een vanggewas, dan moeten we dus bij grassoorten nemen of graan, groen, knolgroen. Dan kun je dat allemaal zaaien en dan neemt het een vanggewas, die neemt het overige stikstof die er nog in de grond zit, die gaat in dat vanggewas. En dat vanggewas wordt naar de rand ingebracht om te verbrijzelen met een machine, om dan weer onder te ploegen. Dan is weer meststof voor de volgende jaar om dus de gewassen weer te laten groeien op de vanggewas dat nou gezaaid is geweest. Dan gaan ze zeggen, die stikstof hebben liever in een vanggewas zitten dan dat het naar het grondwater gaat. Want dan hebben we dan naar de rand weer mee te maken dat dus nitraat kan gaan worden in de grond. En nitraat is dan voor iedereen wel bekend dat het dus niet goed is om dat dus in het grondwater terecht te laten komen.